Drie ingrediënten heb je nodig. Mensen, koffie en een leuke locatie in de haven. En dan heb je Open Koffie Antwerpen Haven. Open Koffie is eigenlijk een heel basic netwerkevent. Zoals je ziet, iedereen komt hier toe. We delen een kaartje uit, zodat je gelijk wel herkenbaar bent en snel met elkaar kunt, aan de praat kunt gaan. Het is een heel ongedwongen netwerk eigenlijk. Heel eenvoudig. Elke eerste dinsdag van de maand. En gaan wij dus op zoek naar een locatie in of rond de haven. Ik heb samen met mijn compagnon Missing Link een bedrijf voor ondernemers met ondernemers. Wij zijn een jaar of zes geleden gestart om vooral die ondernemers een hart onder de riem te steken. En dat is ook de reden waarom ik hier vandaag ben, om vooral dynamische ondernemers de boodschap te brengen en de producten aan te bieden die wij te bieden hebben. En die zijn toch wel uniek. Hebt u al dynamische ondernemers gespot? Absoluut, absoluut. Het zijn ook enkel dynamische ondernemers die naar een Open Koffie gaan. Je moet vroeg opstaan, er is nog een hele dag te beleven deze dag, dus absoluut. Oh, het is een leuke ervaring, sowieso al een hele mooie locatie. Wat verwacht ik ervan? Ik verwacht eigenlijk ontmoetingen of contacten te kunnen leggen met verschillende ondernemers om natuurlijk Canary en ons product Ease te gaan aanbrengen, uiteraard. Welke mensen hebt u hier al gesproken? Een advocaat sowieso, heel belangrijk, kan altijd van pas komen. Financiële, mensen uit de financiële sector. Het nieuws hier in de haven, ook heel interessant om tegen te komen, kan zeker een opportuniteit inzetten. Albert-Jan, een thuismatch voor jou deze ochtend? Absoluut, deze site is zeer strategisch en zeer mooi gelegen in de Antwerpse haven, midden in de petrochemische cluster. Een site van 300 hectare waar dat we de mogelijkheid geboden hebben aan Bebrona om het restaurant hier uit te baten. En een Open Koffie, wat verwacht je er zelf van? Zeer laagdrempelig, zeer leuk, een klein netwerkevent waar toch elke keer voor mij wel één of twee interessante contacten uitkomen. Die op langere termijn dan ook uitdraaien in een relatie en een klantenschap. Dus ja, zeer interessant. Het vinden van de locaties voor de Open Koffie blijkt niet altijd eenvoudig te zijn. Ja, we zoeken altijd toch wel naar nieuwe locaties. Dat is niet zo evident. De locaties die we dan vinden, merken we wel dat nadien de bedrijven altijd wel heel blij zijn en heel positief over de mensen die dan komen, omdat ze dan hun bedrijf in de kijker kunnen zetten. Natuurlijk, het is Open Koffie Haven, dus wij zoeken echt havengerelateerde bedrijven. We merken ook als we een toplocatie hebben dat er altijd heel veel mensen naartoe komen. Ik vind dit eigenlijk vandaag ook wel een toplocatie. Inderdaad, een fantastische locatie, de Bebrona hier in Calo, met zicht op de Schelde en op de site van Katoenaas. Op deze grauwe dinsdagochtend wordt er veel koffie gedronken, maar binnen enkele weken switchen jullie naar wijn? Absoluut, dus Open Koffie is een organisatie van meerdere regio's en wij sluiten het voorjaar altijd af gezamenlijk. En we doen dat op 20 juni in Wijnegem in de Vineyards. Dat is een mooie een wijnlocatie waar wijn gemaakt wordt hier in België. En dat is geen Open Koffie, dat is wijn, dus we doen dat niet 's morgens, maar we doen dat om 6 uur 's avonds. En dan, het is de bedoeling dat de mensen dan een glaasje wijn drinken en natuurlijk netwerken, want dat blijft nog altijd de hoofdzaak. Meer informatie over Open Koffie Vlaanderen kan u terugvinden op de website.